en knock people out. We hebben die tijd niet gezien. Wat is er gebeurd in die afgelopen, nou, ik denk wel 2 jaar? 1,5 jaar. Ja, nou, ik heb wat blessures gehad, blessureleed. We hebben een onderhandeling voor een contract gehad dat een beetje stroef liep. Maar dat is nu allemaal afgerond. Ik heb nu voor 24 maanden weer getekend. Dus daar ben ik heel blij mee. En we gaan er weer voor. Tegen Mohamed Amin. Wat vind je eigenlijk van hem? Ja, hij heeft een grote mond. Ik vind een beetje een babbelaar. Ik kan zo geen tegenstanders opnoemen van, waar hij van heeft gewonnen. Dat ik denk van wauw. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Ik heb 1 partij van hem gezien. Ja, ik denk gewoon dat hij gaat slapen 29 april. Ja, heeft hij een idee tegen wie hij gaat vechten? Want je bent binnen Glory gewoon een gevestigde naam. Ja, ik denk dat hij het weet, maar ik denk dat hij het onderschat. Ik denk gewoon dat hij mij onderschat. En er zijn er al heel veel van een koude kermis van thuis gekomen. Weet je, we gaan het gewoon uitvechten 29 april en laat hem lekker lullen. Geen probleem. Nou, hoe zit jij in je voorbereiding? Want je trainde altijd bij Melvin. Je bent volgens mij van gym gewisseld. Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, ik train bij Fadi Shabari. En nou, geweldige trainer. Ik kom net bij hem weg. Het is gewoon geweldig. Nou, de man is gewoon technisch gewoon supergoed. En hij probeert mijn boosheid wat te temperen. En ik denk dat het aardig lukt. Ik denk dat we een hele goede klik hebben samen en dat we heel ver gaan komen. Wat gaan wij in dat gevecht tegen Mo Amin straks zien? Ja, je gaat twee mensen zien die elkaar klap geven en hij gaat gewoon op de grond eindigen. Ja, daarvoor kom ik. Nogmaals, dat is wat de mensen willen zien. Dus, en dat vind ik gewoon dat ik dat moet leveren. Dus laat hem maar lullen. Deze Bad Boys, TNT en Dynamite zijn erbij. Komt goed. Perfect, one shot knockout. In welk opzicht gaan we dan een andere Michael Duits zien? Ja, aard van het beestje kan niet veranderen. Ik blijf altijd een agressieve vechter. Alleen, ik denk dat ik wat completer ben. Ik ben wat completer, meer bekeken. En, ik denk dat gewoon wat bekekener vecht. Ja. Ja, dat is wel een goeie. Melvin zit straks natuurlijk in de studio. Hoe is jouw band met hem nu? Is dat nog steeds hartstikke goed? Ja hoor. Melvin is gewoon mijn bro. Snap je? Ik ben gewoon goed met die man. Die man heeft heel wat voor mij gedaan. Daar ben ik me heel dankbaar voor. En ik zal nooit een slecht woord over die man zeggen. Dus ja, geweldig. Hoe kijk jij tegen die licht zwaargewicht divisie aan nu? Want er is best wel veel veranderd. Hele sterke divisie. Ik denk sterker dan de zwaargewicht. Daarom moet ze ook het toernooi doen, vind ik. Ik vind zo'n light heavyweight toernooi is gewoon, het is even wat sneller. Net zo hard als de heavyweights. En er zitten allemaal moordenaars in. Dus ja, dan moet ze wel even een groot hoofdprijs doen, want ik heb nog een nieuwe auto nodig. Dus ja, dat zou ik wel mooi vinden. Wat vind jij van de nieuwe kampioen? Is toch een hele goede vriend van je? Ja, dat is mijn beste vriend, hè, Abena. Ja, ik heb nog appeltje mee te schillen. Nogmaals, ik vind dat ik toen van hem heb gewonnen. Was gewoon kielen. Had beide kanten op kunnen gaan. Dus ik vind dat we nog een keer uit moeten vechten. Helemaal nu dat hij kampioen is, vind ik dat heel mooi. Hij had toen 4 partijen verloren en dan won hij 1 partij en mocht hij voor de titel. Nou ja, als ik nu win, dan heb ik 2 gewonnen. En ik vind dat is een mooi verhaal. Ik tegen 2 mensen die elkaar niet mogen, is toch mooi? Die het uitvechten in de ring, voor een mooie gordel. Ik heb al een mooie vrouw naast me elke avond. Nou, een mooie gordel ook naast me. Ben ik helemaal gelukkig. Je refereerde al heel eventjes aan, misschien wel een light heavyweight toernooi. Grand Prix komt eraan voor de heavyweight. Wie zie jij dan allemaal in die light heavyweight divisie in zo'n toernooi staan? Nou, ik, Abena, Maslobojev, Kabes, maar hij wou volgens mij ook in de heavyweight toernooi. Maar light heavyweight is ook mooi. Albuni. Micheletti of die Nordin, een van de twee. Ja, kijken, gewoon de nummers 1 tot en met 8. Nou, ik ben nummer 5, dus ik hoor er gewoon in. Ja. En dat zou wel echt een dik toernooi zijn, hè. Zo. Lekker, hè. 4 ton prijzen geld zou ik wel willen. Dat is wel fijn, hoor.